We hebben al een tijdje een opgaande lijn gezien weer na de ECHEC van vorig jaar. Daar waren we heel verheugd over. We hadden daar vertrouwen in dat dat goed ging. En ja, de laatste weken, maar dat hebben jullie zelf ook allemaal waar kunnen nemen, hebben we natuurlijk deze wedstrijd gespeeld die ongelooflijk, waar wij niets in herkenden van de opbouw waar we mee bezig waren. En dan heb je de positie waar we nu staan voor wat betreft die belangrijke kwalificatie die tot een heel klein percentage geminimaliseerd is nu. En dan moet je op een gegeven moment ingrijpen en in het voetbal doe je dat dan op deze manier.